Nog iemand die komt helpen. Goedemorgen. Fijn dat je komt helpen. Ja, ik kan iedereen herkennen aan zijn of haar shirtje. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Jan Jonker, de aanstichter van dit gebeuren. Fijn dat u komt helpen. Zet hem even op, we kunnen even kijken. Ik ben met heel veel projecten op allemaal terreinen bezig, van onderwijs en milieu en voedsel en nationaal en internationaal. Dus ik ben benieuwd wat hier voor concreets uitkomt. Fijn dat u allemaal bent. Wilt u een plekje gaan zoeken, dan gaan we over een paar minuten beginnen. Fantastisch dat u er bent. Hartelijk welkom in de Eusebiuskerk in Arnhem om een project te vieren eigenlijk. Dat project draait om dit boek wat ik net heb gekregen. Het originele boek, het Brundtland-rapport Our Common Future van 25 jaar geleden. En het is zo mooi om te zien dat die groep, die mensen die de wereld willen veranderen, steeds groter wordt. Het mooie boek, dat zal de initiator, de bedenker van dit alles, Jan Jonker, uitreiken en toelichten. Maar we beginnen eerst met Marieke. Ja, een woord van welkom. Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom in Arnhem. En van harte welkom op deze slotconferentie Our Common Future 2.0. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat als locatie voor deze landelijke conferentie Millenniumstad en Fairtrade gemeente Arnhem gekozen is. 400 mensen hebben vrijwillig hun tijd gestoken in de ontwikkeling van een visie op de maatschappij van morgen. Dat er zoveel mensen over hebben meegedacht en aan hebben meegewerkt, maakt vanzelf dat het begrip duurzaamheid vanuit elk mogelijk perspectief is bekeken en behandeld. De gedachte is dat mensen anders gaan denken en anders gaan handelen als er een perspectief is om naartoe te werken. En net als veel andere gemeenten heeft Arnhem duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Initiatieven worden gebundeld in het programmaplan Arnhem Energiestad. Op 24 juni van dit jaar vindt de eerste stadsconferentie Arnhem Energiestad plaats. En dat is het moment waarop 60 partijen een convenant tekenen met concrete doelstellingen. Inwoners gaan daar ook echt iets van merken en zien op straat. Er komen bijvoorbeeld oplaadpalen voor elektrische auto's in de stad en op gebouwen van de gemeente komen zonnepanelen. En we hebben een perspectief nodig, een toekomstbeeld om gezamenlijk naartoe te werken. We sluiten hier vandaag het project Our Common Future 2.0 af, maar tegelijkertijd begint hier vandaag de Common Future. Ik wens u vandaag heel veel inspiratie. Pakket met streekproducten van de coöperatie O-Regionaal. 50 producenten die hele mooie dingen maken, allemaal in het gebied waarin je zit. Vers, heerlijk, veel lekkerder dan alles wat je in de grote supermarkt koopt. Geniet daarvan en nogmaals ontzettend veel dank dat wij hier mogen zijn.